Drie Kia Niro's. Allemaal rijden ze elektrisch en op het oog zijn ze identiek, maar toch zijn ze heel verschillend. Bij die moet je tanken. Bij deze kun je tanken of je kunt hem opladen. En deze blijft alleen maar rijden als je hem een keertje aan de stekker hangt. Hoe zit dat? Deze Niro Hybrid heeft een benzinemotor en een elektromotor. Een benzinemotor moet altijd even een beetje op toeren komen voordat hij kracht levert en dat kost brandstof. Een elektromotor is meteen sterk wanneer die aangaat. Nou, wanneer een benzinemotor nou minder zuinig is, bijvoorbeeld tijdens optrekken en accelereren, dan helpt de elektromotor juist mee om zo het brandstofverbruik naar beneden te krijgen. Soms rijd je eventjes volledig elektrisch, maar het meeste van de tijd zal de elektromotor de helpende hand zijn voor de benzinemotor. Verder kun je energie terugwinnen tijdens het remmen en uitrollen. Energie die normaal verloren gaat, wordt nu omgezet in elektriciteit en opgeslagen in de accu, zodat de auto er later gebruik van kan maken. Regeneratie heet dat. En die mate van regeneratie kun je bedienen met deze flippers achter het stuur. In de sterkste stand kun je, als je een beetje anticiperend rijdt, door het verkeer gaan zonder je rempedaal aan te raken. Maximale efficiëntie dus. Ja, en in standje sport zorgen die flippers juist voor bliksemsnelle schakelacties van de automatische versnellingsbak voor een extra sportief gevoel. De Niro is er ook als plug-in hybrid. Dan met een grotere accu waardoor je tot bijna 50 km volledig elektrisch kunt rijden. Maar je, dankzij de benzinemotor, verder kunt rijden als de accu leeg is. En dan is er deze e-Niro. Die is volledig elektrisch en heeft een uitstootvrije actieradius van 455 km volgens de officiële WLTP-testcyclus. Volledig elektrische auto's kennen fiscale voordelen, zeker als het een auto van de zaak betreft. Maar door een grote accupakket zijn ze het minst voordelig in aanschaf. Een hybride auto kost minder, maar de elektrische actieradius is beperkt. En daartussenin zitten de plug-in hybride modellen. Je woon-werkverkeer, rit in de stad of naar de sportclub kun je dan volledig elektrisch afleggen en de benzinemotor gebruik je als je net even verder moet. Bovendien zijn de plug-in hybride en de hybride modellen goed voor trekgewichten tot 1300 kilogram. Aan jou de keus. Kia zorgt in ieder geval voor een zo laag mogelijk verbruik en een zo laag mogelijke uitstoot, welke behoefte je ook hebt. Kia. Movement that inspires.